Leerkrachten die de school vroeg verlaten om te protesteren, zullen niet betaald worden voor de gemiste dagen. Dit standpunt is ingenomen door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Na een oproep van de Bond van Leraren, BVL, en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname, ALS, heeft een groot aantal leerkrachten gisteren en vandaag tot 10 uur lesgegeven. Hierna hebben ze deelgenomen aan de protestacties die gevoerd worden tegen de verhoogde brandstofprijzen. Onderwijsminister Robert Pennoy is totaal niet te spreken hierover. Hij zegt aan onze nieuwsdienst dat scholieren ernstig worden gedupeerd door dit onverantwoordelijk gedrag van de onderwijzers. Wanneer wij allemaal ons verantwoordelijk opstellen en we zeggen ook allemaal als politieke verantwoordelijke dat de jongeren de toekomst is van morgen, dan moeten wij dat voorbeeld geven. En dit is voor mij een oproep aan alle mensen. We mogen het oneens zijn met elkaar, maar we kunnen niet gaan naar de toekomst van jongeren. Want ik ben minister geworden, meneer Falisi is een carrière gemaakt totdat hij nu gepensioneerd is. En waarom moet ik een jonge burger die 10 en 11 jaar en 15 jaar nu is, die iets wil worden in de maatschappij, hun toekomst ontnemen? En dat noem ik misdadig. Nu op straat lopen. Tijdens schooltijd en op dit moment zorg dragen dat hij op dit moment geen lessen geeft, maar wel betaald wil worden, dat is ook corruptie. Dus ik zeg no work, no pay principe wanneer dat nu gehandhaafd moet worden. Minister Robert Pennoy, BVL-voorzitter Wilgo Falies daarentegen vindt dat leerkrachten wel mogen protesteren. De vakbondsman benadrukt dat protesteren het recht is van iedere burger. Toepassing van het no work, no pay principe zal de leerkrachten niet afschrikken, zegt Falies. Er is geen grond voor de minister, nogmaals, wettelijk, om die maatregelen te treffen. En op dit moment zijn we namelijk bezig met onze advocaat om die zaak aan te pakken. En ten derde zeggen wij, als die minister goed die maatregelen wil doorvoeren, dan hebben wij wel een antwoord voor hem. En dat is no pay, no work. En dat gaat betekenen, zolang wij actie zijn en al de gemiste lessen gaan wij niet inhalen. Laat de minister begrijpen dat als hij kiest voor confrontatie, dat we wel een antwoord daarop hebben. En die leerkrachten zijn onbevreesd. Ze zijn vandaag massaal gekomen naar deze meeting en ze zullen deze strijd voortzetten. Aldus Wilgo Falies, voorzitter van de BVL en de ALS. We spraken hem vanmorgen tijdens de protestacties in verband met het no work, no pay principe dat zal worden toegepast op leerkrachten die de school verlaten om te protesteren. Falies benadrukt dat de leerkrachten niet bang zijn voor deze maatregel.